Hola, me llamo Juan Carlos. Hei, olen Joel Kaipainen Suomesta. Je m'appelle Anne-Catherine de Belgique. Sono Loredana, dall'Italia. Hoi, ik ben Tom. Mi chiamo Valentina e lavoro a Palermo, sono una logopedista. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Työskentelen lähihoitajana kotihoidossa. Y trabajo en el sector de servicios auxiliares. E sono un assistente familiare. Ik ben postbezorger, een belangrijk beroep. Työn on merkityksellistä, koska on tärkeää, että joka ikinen saa oman pakettinsa ja tilaakin. Una professione molto importante. Je zou zelfs kunnen zeggen, een essentiële baan. Uno de los servicios considerados esencial especialmente durante la pandemia. Pese a ello, nuestros salarios siguen siendo muy bajos. Je gagne un salaire minimum, mais il est insuffisant pour vivre. En toch moet ik rondkomen van een minimumloon dat te laag is. Minun on kuitenkin vaikea tulla palkallani toimeen. Toch moet ik extra uren maken voor een fatsoenlijke loon. Eppure, guadagno un salario con cui non posso vivere. Onko se tärkeää, että jokainen työntekijä saa tarvitsevansa palkan elämiseen? Ecco perché ci servono un contratto collettivo forte e salari più alti. Iedere werknemer is vrij om een eerlijke loon om rond te kunnen. Es por ello que exigimos un salario mínimo decente que nos permita llegar a fin de mes sin problema. Daarom moet het minimumloon omhoog, omdat elke werker een leefbaar loon moet kunnen verdienen. Travailleurs besoin d'un salaire décent pour joindre les deux. Jokainen työntekijä tarvitsee elämiseen riittävän palkan. Por lo que exigimos un salario mínimo decente que nos permita llegar a fin de mes sin problemas. Elke werknemer verdient een salaris waarvan hij kan leven in plaats van overleven. That's why we need higher wages for all workers.